In vele landen van de wereld wordt rond 11 februari het carnavalsfeest uitbundig gevierd. Het feest is vandaag in Suriname op verschillende basisscholen ingeluid. Evenals voorgaande jaren hebben de kinderen ook dit jaar weer geparticipeerd in de carnavalsoptochten. Vanmorgen hebben wij de sfeer kunnen proeven op de Maria en de Sint-Agnesschool. De meeste kinderen hadden zich allemaal in leuke carnavalpakjes gekleed. Ook was er een DJ die de sfeer verhoogde. Beide scholen hebben zoals elk jaar weer samen de carnavalsoptocht georganiseerd, zegt Stephanie Botse, onderhoofd van de Maria School. Deze optocht was volgens haar wederom een groot succes en een waar spektakel. We hebben een route, we lopen de Keizerstraat, de Vanitsigastraat, de Oranjelaan, de Eddie Brumastraat, Wanikastraat, terug in de Keizerstraat. En we komen niet gelijk naar school, we gaan naar de Mantel en dan geven we een show aan die oude mensen. Er is een soos daar aan de overkant, dus dan gaan we even daar, zodat die oude mensen ook kunnen genieten van die kinderen. En dan komen we naar school. Na de optocht konden de kinderen nog genieten van de activiteiten op de scholen. Het thema op de Sint-Agnesschool dit jaar is liefde, omdat wij het allemaal nodig hebben. Vooral in deze tijd, zegt Ria van Dijk, leerkracht van het leerjaar 3. Zowel van Dijk als haar leerlingen waren gekleed in t-shirts die bedekt waren met haartjes. Oshara. En van welke klas ben jij? De eerste klas. Ik zie dat je een mooie trui aan hebt. Heb je het zelfs gemaakt? Ja, mevrouw. Hoe lang heb je eraan gewerkt? Het was lang. Ja. Geniet je vandaag? Ja. En weet je wat vandaag is? Ja. Wat vieren jullie vandaag? Carnaval. Enkele sfeerbeelden van de Sint-Agnesschool. Vandaag is het carnavalsfeest op onder andere de Maria en de Sint-Agnesschool ingeluid. De kinderen hebben flink genoten van de verschillende activiteiten.